Hallo, welkom. Het is donderdag, dat wil zeggen het is tijd voor ATV Sports. En vandaag in deze aflevering weer een tal van items. We hebben een rallyopkomst, we hebben een groot gala-opkomst. En dan heb ik het over kickboksen en MMA. Daar hebben we voornamelijk in het binnenlands gedeelte het een en ander over te zeggen. De CONCACAF is uitgekomen met een nieuw format voor de Nations League en voor de WK-kwalificaties. Dat leggen we eventjes aan jullie uit, wat er allemaal gebeurt. Gaat. We hebben voetbal, de Engelse FA Cup, we hebben de Engelse Premier League, we hebben de Coupe de France, dat is de bekercompetitie in Frankrijk, we hebben NBA, we hebben tennis, we hebben volleybal. Heel veel in deze aflevering van ATV Sports. Welkom terug bij ATV Sports. In het binnenlands blok beginnen wij met een groot gala-event die op zaterdag 4 maart plaatsvindt. En Benito Linger vertelt ons meer hierover. Met Benito Linger, een volle sportschool hier vandaag. Ja, het is een doordeweekse dag. We hebben gewoon lekker groepslessen. Alles gaat gewoon lekker door. Nou, aanstaande zaterdag een groot moment voor... Vele van ons laten het daarop houden, maar vertel me alsjeblieft de details over wat er zaterdag allemaal gaat gebeuren. Zaterdag 4 maart hebben we een event in Ballroom Prins. De deuren gaan open om 5 uur, de show start om 6 uur. En het wordt Homegrown 2, Fight to Give Back. En met Fight to Give Back gaan we, het is een concept wat ik heb bedacht, dat we met de opbrengsten van het event goede doelen gaan steunen. Voor deze keer hebben we 3 tehuizen uitgezocht. Dat zijn Huizen Tiel Tiel, Kinderhuis Maria Hoeven en Stichting Open Poort. Die hebben Kinderhuis Olga Clark. En daarvoor gaan we centjes ophalen. En na het event gaan we geen geld geven. We hebben contact met ze opgenomen over wat ze allemaal nodig hebben. En nou ja, als we het event hebben gehad, gaan we kijken hoeveel we hebben opgehaald. En dan gaan we daarmee gaan we de spullen voor de kinderthuizen aanschaffen. Oké, los van het feit dat het een goede doelen karakter heeft, dat homegrown idee zelf is, heb je om ook een bepaalde reden bedacht. Kan je me daar alsjeblieft iets over vertellen? Ik ben op homegrown gekomen omdat we hebben heel lang eigenlijk geen echte galas in Suriname gehad. We hebben in Suriname heel erg veel talenten die eigenlijk niet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen of om zichzelf te laten zien. Er is echt maar een handjevol die de wereld over kan reizen en makkelijk aan sponsoring en dergelijke kan komen. Dus ik heb toen gemeend van ja, hoe lang gaan we nu weer moeten wachten op de volgende Biggie Boy of Donovan Wisse. En we hebben bewezen dat we het talent in huis hebben. Dus het is echt homegrown, is voor de Surinaamse vechters, het Surinaams volk. En net als ook wat je dus ook ziet met de opbrengsten gaan we ook weer teruggeven aan de minder bedeelden van Suriname. Dus ja, het is ons eigen ding en het is de bedoeling dat homegrown groot gaat worden en dat we op jaarbasis minimaal 2 tot 3 events gaan geven, zodat de vechters van Suriname ook, die niet alle ondersteuning hebben, dat ze ook wel de eerlijke kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zijn er nieuwe talenten bij? Naar wie moet men komen kijken? Men moet komen kijken naar Dion Brunings. Die gaat zijn eerste kickboxpartij draaien. Die gaat het voor het goede doel doen tegen Miguel Tanakiam. Dion die komt uit voor Telesuur. Dus het is ook leuk dat Telesuur erachter staat. Miguel komt uit voor Gotay Nuroba. Die ondersteunt het project ook. We hebben een Risa Saridin van Haukes. En we hebben een docent Marco Henaar van UNASAT. Dus die gaan met z'n vieren gaan hun lekker strijden voor de goede doelen. En dan hebben we nog wat opkomende talenten van Suriname echt zelf. Dan heb je een Ryan Cardosso, onze Srana Hulk. We hebben Carol Longhoren. We hebben een Raoul Hunswijk. We hebben een Edinho Gijsberg, die ook eigenlijk echt een talentvolle jongen is, maar heel weinig aan vechten toekomt. Die probeer ik in principe op alle edities van homegrown probeer ik hem ook de ruimte te geven om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. En zo blijven de jongens steeds erbij komen. Maar dit zijn eigenlijk een beetje wel de klinkende namen voor het opkomende event. Tegen wie vecht Karel, weet je dat?
Caro vecht tegen een jongen uit Brazilië. Hij gaat een MMA-partij draaien. Dat wordt een pittige partij. Het wordt een pittige partij. Iedereen weet ook bij Homegrown, ik zet geen makkelijke jongens voor onze jongens neer. Dus we krijgen geen walkovers. Het zou kunnen natuurlijk, het kan altijd gebeuren. Maar ik probeer wel even matches neer te zetten. Dus die partij van Caro zou wel flink aan de bak moeten. Ja. Wat is de main event? Main event ben ik nog even mee aan het kijken. Want ik had eigenlijk een jongen uit Aruba tegen een jongen uit Brazilië. We hebben wat problemen met Aruba. Dus waarschijnlijk wordt de main event wordt gewoon Ryan Cardoso. Gaat een leuke avond worden. Fitty of fitty. MMA partijtjes, kickbox partijtjes. Bedrijven gaan ook meedoen. Dus wordt een leuke avond. Ja. Vertel me een beetje over jezelf, over je vechtcarrière. Waar is het allemaal begonnen? Ja, dus ik ben eerst begonnen met boksen. Ik denk misschien 6 jaar terug zo. Ben ik gestart met boksen. Daarna heb ik kickboksen gedaan. En 2 jaar terug zo ben ik gestart met MMA trainen. Ja. Nu heb ik al 2 MMA gevechten. 4 maart wordt mijn derde. Dus ja, zo is het dan een beetje. Tegen Sumaya Fetty? Iemand, man van Guyana. Zijn naam is Louis. Ja, Louis. Ja, zijn achternaam ken ik even niet meer. Ja. Dus wat ik heb gezien is hij een grappler. Maar ik heb al mijn beide gevechten waren tegen grappler. Dus ja, maakt niks uit. Ja. Oké, vertel me een beetje wat je ervan vindt om tegen Guyana te vechten. Voor mij mag het niet echt iets uit hoor, maar mag niet uit wie mijn tegenstander is, zolang ik een tegenstander heb om te vechten. Daarmee boom, ja. Wat kunnen we verwachten van het gevecht van zaterdag? Ja, sowieso wordt het spannend. Dit keer wil ik echt die finish. Ik ga echt dit keer voor een finish. Mag niet uit welke ronde, maar ik moet die gevecht wel finishen. Liefst op een submission. Zoals gezegd, het gala is aankomende zaterdag, 4 maart. De locatie is Ballroom Prins. De deur gaat open om 5 uur en we starten om 6 uur. De voorverkoopkaarten zijn allemaal uitverkocht. We hebben nog enkele kaartjes verkrijgbaar aan de deur. En je zou nog kunnen bellen voor een VIP-tafel op het nummer 845-7288. En dat was het eigenlijk. Ja. Komende zaterdag gaat het dus gebeuren en onze eigen Dion Brunings doet mee. Dus reden voor ons om nu de volgende vraag aan Dion te stellen. Dion, hoe was de voorbereiding voor jou? Hongerig, kan ik het zo zeggen. Het is een fantastische journey geweest. Kijk, ik moest 9 kilo afvallen of something like that in 1,5 maand. Dat is redelijk goed gegaan. Maar het hele traject is heerlijk om dat mee te maken. Dus ik heb nu 2% meegemaakt van wat het is om mee te doen aan een Thai-box-gala. De voorbereiding is 1% daarvan. De weightcut is een ander procentje ervan. En nu waarschijnlijk dat gevecht heb ik 3%. Dan kan ik hopelijk een beetje meer en beter praten over hoe het is om mee te doen met een Thai-box-gala, want daar doe ik het primair gezegd voor, zeg maar. Je hebt daarnet aangehaald de weightcut. Het is vandaag donderdag. Dat wil zeggen dat je morgen in principe moet wegen om zaterdag mee te doen. Van nu naar morgen, wat mag je allemaal doen? Mag je gewoon eten? Wat mag je doen? Hoe ziet het eruit? Niet zoveel. Ik heb ongeveer nog een 1,7 kilo die ik eraf moet. Ik mag nog iets minder dan 1 liter drinken. De weging is om 6 uur. Dus ik heb morgen vrijdag dus de hele dag nog om eigenlijk nuchter te blijven. Eigenlijk bijna niet eens drinken. Dus dat is ontzettend uitdagend. Maar dit maken die vechters in een extremere fase en een extremere manier mee. Je blik zeg me genoeg. Ik zie ook dat die ogen van je misschien zo een beetje rollen, een beetje flauw zijn. Maar Shahnaz wil zeker ook iets aan je vragen. Ja, zeker. Mijn vraag. Wat verwacht je van zaterdag? Je vecht tegen Tana. Wat verwacht je van dat gevecht?
Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dat is het gedeelte wat ik nog niet weet. Ik heb me redelijk goed voorbereid. En dat was fantastisch. De mensen van Team Eiffel hebben me zo goed opgevangen. Maar wat er echt moet gebeuren tijdens dat gevecht, dat weet ik nog niet. Het is in elk geval in Ballroom Prince. En kijk, ik heb natuurlijk als sporter wel het een en ander meegemaakt. Ik heb in redelijk volle sporthallen gespeeld. Maar een gevecht is toch nog net iets anders. En het wordt genieten. Maar als je het aan mij persoonlijk vraagt, heb ik al gewonnen. Niet het gevecht, maar die hele journey is al een winst. Ik heb zoveel meer respect gekregen voor die vechters. En ik heb een klein beetje een betere insight. Want at the end of the day kan ik geen universitaire studie doen van hoe kickboksen is. Dus je moet met je handen in de modder gaan en dat heb ik nu al voor een gedeelte gedaan. Maar het blijft wel spannend hoor, wat er zaterdag gaat gebeuren. Zoals u het hoort is Dion nu dus helemaal ready. Ook wij zijn ready, Shahnaz en ik zijn zeker aanwezig. Yes, yes. En komende maandag zijn we of samen met Dion of zonder Dion hier. Ik ga dat een beetje uitleggen. Als we met Dion hier zijn, dan weten jullie zeker dat hij heeft gewonnen. Als hij niet hier zit, dan komt hij niet op dagen. Dat waren zijn woorden, maar we gaan even kijken hoe dat uitpakt. Dion vecht zaterdag en Benito Linger, die had toch nog ook het een en ander over Dion te vertellen. Nu is mijn naam gevallen. Wat verwacht je van mijn gevecht, organisatie? Ik verwacht dat Dion zijn beste beentje voor gaat zetten. Je bent een atleet en je bent een sportpresentator. We hebben natuurlijk ook al vaker contact gehad. En dat je ook gewoon een keertje wilde weten hoe het is, wat de vechter allemaal doormaakt in zijn voorbereiding en met afvallen. En ook de laatste dagen die vooral heel erg zwaar, ook qua zenuwen, heel erg zwaar kunnen zijn. Dus ik verwacht eigenlijk niks anders dan vuurwerk van jou, meneer Brunings. Wat vind je ervan dat een sportpresentator dit doet? Ik vind het goed. Ik vind als je over de sport wilt praten en echt een beetje jezelf erin gaat verdiepen, ja, dan kan je wat meer over de insights, kom je te weten. En ik denk dat het een goede ontwikkeling voor jouzelf ook zal zijn. En dat je op een hele andere manier tegen de sport aan gaat kijken ook. Ja, dat was dus Benito Linger. Nogmaals, zaterdag het grote evenement Homegrown 2. En natuurlijk los van mijn persoon zijn er natuurlijk ook een aantal Surinaamse vechters. We vechten tegen mensen uit Brazilië, mensen uit Guyana. Dus het wordt een waar spektakel daar bij Ballroom Prince. We gaan over naar de CONCACAF. Want deze week is bekendgemaakt wat het format is voor de Nations League. En wat het format is voor de WK-kwalificatiereeks. Dus laten we eerst alvast eventjes kijken hoe het eruit ziet met betrekking tot de Nations League. Daar hebben we een klein overzicht voor jullie. Dat ziet er in grove grote lijnen zo uit. De Nations League, de linker kolom, wordt meteen gebruikt als kwalificatie voor de Copa America. Miggy, wat valt je op? De manier hoe ze de groepen gaan verdelen. Het wordt een verdeling van 6-6 landen. Dat heeft dan met de huidige ranking te maken. En daaruit komen de twee beste, dus de twee beste van beide pools, komen daaruit tegen de 4 beste die nu het hoogst gerankt zijn. Ja, dus al met al, belangrijk in dit verhaal is dat Suriname niet degradeert uit de League A van de Nations League. Je weet dat we straks in maart gaan we moeten spelen tegen Mexico. En initieel zouden we degraderen omdat we op de laatste plaats zouden eindigen van onze pool. Maar dat gaat gelukkig niet meer door. We blijven in League A. Wat er wel gebeurt, de nummers 1, 2, 3 en 4 van de CONCACAF, gezien de ranking vanaf maart 2023, die zijn automatisch gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Nations League van volgend jaar, dus de volgende editie. Belangrijk dus, er komt een kwartfinale erbij, zeg maar. Nu is het een halve finale, maar er komt een kwartfinale bij. Wat er dan gaat gebeuren, dus die 4 teams hebben zich al gekwalificeerd. De overige teams daaronder, 12 teams daaronder, worden verdeeld in 2 groepen van 6. En zij gaan dan spelen volgens het Zwitser systeem. Ze gaan 4 wedstrijden spelen, dus waarschijnlijk gaan we
niet waarschijnlijk. We gaan niet tegen alle teams spelen. We gaan tegen 4 van de 5 tegenstanders spelen. En de nummers 1 en 2 van die 2 pools, die gaan over naar de kwartfinale. Spelen dan tegen SF Today. Zo, dat zijn Mexico, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Costa Rica. En als je die kwartfinale wint, nou, dan ben je over naar de halve finale, obviously, van de Nations League. Maar wat nog belangrijker is, je bent dan meteen gekwalificeerd voor de 2024 CONMEBOL Copa America. Als je die kwartfinale verliest, dan kom je in een soort van herkansingsronde terecht. En dan, als je die partij wint, dan ben je ook gekwalificeerd voor de CONCACAF, voor de CONMEBOL Copa America van 2024. Begrepen, Shahnaz? Ja, helemaal duidelijk. Oké, okay, dat is dus ten aanzien van de CONCACAF Nations League. Maar het format voor de WK-kwalificatiereeks is ook binnen. En dat ziet er zo uit. Het wordt weer verdeeld in een aantal fases. De eerste fase is ronde 1. Dat ziet u helemaal links in beeld. Dan speelt, is niet zo belangrijk, daar speelt de ploegen, een aantal ploegen die op de laatste zones zijn gekwalificeerd. Dat is niet zo relevant voor ons. Wij komen in vanaf juni, waar je daar ziet 2024 second round. Nou, dan worden de ploegen verdeeld in 6 groepen van 5. Iedereen speelt 1 keer tegen elkaar en de nummers 1 en 2 die gaan over naar de volgende ronde. Dat zie je dan rechts staan. Als dat zo is, nou, dan worden we weer verdeeld in groepen van 6, waarbij teams tegen elkaar zullen spelen. Iedereen tegen elkaar. En als je 1 of 2 eindigt, dan kom je weer in een volgende ronde. En dan word je geplaatst in kwalificaties. Dat zijn die kleine balletjes daar, zeg maar. Je komt tegen een tegenstander terecht. En als je die partij wint, nou, dan ben je gekwalificeerd voor het WK. Een beetje complexer, maar gelukkig hoeven we ons niet zo druk te maken, want het WK is nog een beetje ver. Maar in elk geval is het format van het WK ook ready. Vergeet niet, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico hebben zich reeks gekwalificeerd. Er gaan 3 teams rechtstreeks van deze fase mogen zich rechtstreeks kwalificeren voor het WK. En dan hebben we nog recht op 2 plekjes voor de Intercontinentals. Migi, heb je vragen? Ja, nee, is voor mij wel duidelijk. Maar voor de kijkers ook, je gaf het daarnet ook al aan. De 3 landen die organiseren, die zijn automatisch geplaatst. En bij deze toch wel een grote kans voor ons om ons eindelijk wel te plaatsen voor het eindtoernooi. Hoe schat jij onze kansen in? Het hangt een beetje van de loting af, maar ik schat onze kansen redelijk in. Ik denk dat onze nationale selectie er, ik weet het bijna 100% zeker, in 2024 er drastisch anders eruit zal zien. Dan zijn we al een tijdje rollende geweest met de bondscoach, hoogstwaarschijnlijk. Het lijkt erop zo goed als 90% zeker dat Aaron Winter wordt. En er zullen steeds meer spelers zich blijven toevoegen. Dus het is zaak dat we die second round, onze eerste ronde, gewoon makkelijk voorbij gaan. Dat hadden we al bij de vorige editie. Dat was een redelijk makkelijke ronde geweest. En dan wordt het bekijken met wie we zitten in die tweede ronde. En dat is dan in juni 2025. Maar ik schat onze kansen. Ik wil eigenlijk in juni 2025 terugkomen op deze vraag. Want dan kunnen we er een beter antwoord op geven. Maar al met al, we hebben de beste kans misschien ooit om naar een WK te gaan. Het wachten is dan op die periode. Ik hou je dus daaraan. Het wordt nu tijd om de CONCACAF CONMEBOL te verlaten. We hebben nu zo'n beetje alle informatie daarover. We verlaten voetbal en we gaan over naar een ander tak van sport. Het gaat hier om de rally. Komend weekend hebben we de Pagua Rally. En Dion Brunings was in gesprek met Raisa Klein. Hi Dion, het is weer tijd voor de Pagua Rally. Dat is op 5 maart. Na COVID is dit weer de eerste Pagua Rally die we kunnen organiseren. Met heel veel kleur en splash. Vertel me over de Pagua Rally. Wat zal de Pagua flair zijn bij deze rally?
Ik zei het net, er zijn heel veel kleuren. Er is een splash. Het leuke van de rally is echt een beetje van karakter eigenlijk. We hebben nu al 80 deelnemers, dus iedereen is enthousiast over de rally. Maar wat ik kan zeggen over de Pagua Rally, is dat hij voorgaande jaren eigenlijk, het was een traditie. Toen kregen we COVID en we konden dus geen Pagua Rally meer houden. Maar hij staat dus allemaal in het kader van kleur. Vertel me over die splash, wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaan de auto's vies worden? Gaan de deelnemers vies worden? Of ja, gekleurd worden, laat me het zo zeggen. Nee, we doen het wel op een nette manier. De auto's krijgen inderdaad een splash, maar het blijft verantwoord natuurlijk. En kleur is met toestemming van de deelnemers. We kunnen niet zomaar pagopoeder aanbrengen op iedereen, omdat anderen allergisch zijn of ze willen liever hun auto niet vies maken. En daar houden we wel rekening mee. Maar ja, sportiviteit is part of the game, dus hopelijk dat iedereen spontaan meedoet. Oké, vertel me een beetje over de rally, van hoe laat tot hoe laat is het en voor wie is het allemaal? De rally begint om 9 uur bij RCFA aan de Jacob Rijntjesstraat. Zij zijn trouwens ook een van onze sponsoren. En hij is voor iedereen bestemd, ben je jong, ben je oud, je kan nog inschrijven voor de rally via Sark Online. En hij eindigt bij NV Cup aan de Koezewijnenstraat bij het TLS-complex. Tegen hoe laat ongeveer? Ongeveer 4:30, dus van 9 tot 4:30. Wat voor soort mensen mogen meedoen? Moet je al rally-ervaring hebben of is het ook toegestaan voor beginners? Hij is wel beginners-friendly. Als je de beginnerscursus hebt gevolgd, dan heb je wel de nodige backpack eigenlijk om mee te doen. Rallykennis is eigenlijk wel vereist, maar als je wil meedoen in de tourklasse om de experience even te ervaren, mag dat ook zeker. Hoe gaat het met de rallysport? Ik heb het gevoel alsof er weer een nieuw leven is na de COVID-break. Ik heb het gevoel alsof het redelijk goed gaat, maar het is misschien wel goed om het van de voorzitter te horen. Ja, sowieso gaat het, ik mag eerlijk zeggen dat het heel goed gaat. We hebben een stuk of een aantal deelnemers erbij, vooral na de beginnerscursus van laatst. En dat doet ons eigenlijk goed. Het zijn heel veel jonge leden die erbij komen. En we zien ook dat ze steeds terugkomen bij de rallies. Dus that's a good sign, I guess. En voor mensen die geïnspireerd raken van dit interview, die zich willen aansluiten of die in het toevallig mee willen doen aan de rallysport, wat zijn hun stappen? Ze mogen als eerst natuurlijk de Sark Facebookpagina volgen, want we uploaden daar heel vaak werkjes of leuke dingen over de Sark, zodat je weet wat de rally inhoudt. Maar je mag ook altijd een mailtje sturen naar het secretariaat als je wat meer wil weten of je zou een cursus willen volgen, kunnen we dat altijd voor elkaar krijgen. En voor degene die wil komen kijken, die wat kleur wil zien tijdens deze Pagua Rally, wat adviseer je het kijkerspubliek? Dat mag. Het kijken mag altijd. We rijden in Groot Paramaribo. Ik kan helaas niet zeggen wat de route is of waar we zullen zijn, maar de start en de finish kan ik wel aangeven. Dus dat zou eventueel wel mogen. Wat kunnen de rallyrijders verwachten van deze Pagua Rally? Een hele leuke rally met luchtige ritten. Geen moeilijke rally waarbij je na de rally bijvoorbeeld gefrustreerd raakt of denkt van oh mijn god, ik wil nooit meer rijden. Nee, het is een hele leuke rally die door een heel leuk team is uitgezet. Oké, dankjewel. Dat was dus informatie over de Pagua Rally dit weekend. Wij gaan over naar voetbal, want dit weekend hebben wij weer voetbal in de eerste divisie van de SVB. Laten we even kijken naar het schema. Hier zit je dan, schema van speelronde 8. Vrijdag 3 maart hebben wij Flora Robin Hood om 7 uur. Deze wedstrijd wordt live uitgezonden op kanaal 12.2. De wedstrijd daarna is Interwanica Forwards. Op zaterdag hebben wij Transvaal Santos om 6 uur, Leo Victor Notch om 8 uur. En zondag hebben wij Inter Mungutapu Broki om 6 uur. En ook deze wedstrijd wordt live uitgezonden op kanaal 12.2. En helaas de wedstrijd van SNL tegen PVV om 8 uur, die gaat wegens omstandigheden niet door. Ja, met dit nieuws vanuit de SVB hebben we het gehad voor het binnenlands gedeelte. Wees standby voor het buitenlands gedeelte.